Dit zijn Dante. Hoi. En Luca. Hoi. En zo zie je de twee vrienden regelmatig aan tafel, bestellingen aan het inpakken. Ze hebben namelijk een online snoepwinkel, waar ze vooral Amerikaans snoep verkopen dat je in Nederland niet zo snel in de winkel vindt. De jongens doen goede zaken. Ik had als grapje bedacht om voor een PlayStation 5 te sparen, maar... Maar dat kan nu oprecht bijna. Ja. Het idee voor het bedrijfje ontstond een half jaar geleden, toen Luca een Amerikaans frisdrankje kocht in Rotterdam. Dat kocht ik voor 13 euro. En toen dacht ik van, dat kan anders, want 13 euro voor een flesje, dat kan eigenlijk echt niet. Toen heb ik gelijk Dante erbij gevraagd of hij me wil helpen. We hebben toen 16 flesjes geïmporteerd uit Amerika. En dat is toen per vliegtuig naar Nederland gekomen. Want in Amerika waren de drankjes veel goedkoper. En zo konden ze dezelfde flesjes hier voor een stuk minder geld verkopen. Inmiddels hebben ze een hoop klanten die op hun website bestellingen plaatsen. Soms wel van 30 of 50 euro. Dit is inderdaad wel echt een bestelling waar je goed moet opletten of je alles hebt. Het aantal kinderen tussen de 11 en 14 jaar met een eigen bedrijf neemt al jaren toe. In 2019 hadden 112 kinderen officieel een bedrijf. Dit jaar zijn dat er ruim 3 keer zoveel. 355 kinderen staan nu met hun bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat is de organisatie waar alle bedrijven in Nederland bij horen. Dat is trouwens niet verplicht. Pas als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, moet je je inschrijven. Waarschijnlijk zijn er dus nog veel meer kinderen met een eigen bedrijfje. Zoals Luca en Dante. Ook zij staan nog niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. En dan plakken we hem dicht en dan stickertje erop. De meeste kinderen in Nederland verkopen online kleding en modeartikelen. Daarna komen spullen om te gebruiken in het dagelijks leven. Schoolspullen bijvoorbeeld of make-up. En op 3 eten en drinken. Zoals Luca en Dante dus. De jongens besteden veel tijd aan hun bedrijfje. Thuis besteed ik wel sowieso een half uur aan per dag en ja, meestal wel langer. Op school hebben we het er meestal wel vaak de hele pauze over. Dan bespreken we even als iemand heeft besteld en wat we nog hebben. TikTok en Instagram maken wij elke dag een video op. Dames en heren, we hebben weer een gloednieuwe voorraad. En er zijn ook een paar producten die we nog nooit hebben gehad. Tot snel. Top. Ja, en ze moeten dus ook alle bestellingen inpakken, op de post doen en de administratie bijhouden. Dan is deze klaar om opgehaald te worden. Hebben ze wel tijd voor andere dingen, zoals huiswerk? Het komt wel af. Oké. En ja, we moeten het natuurlijk wel even vragen. Letten de jongens ook een beetje op of het snoep dat ze verkopen gezond is? Snoep, ja, dat is gewoon snoep en snoep zou eigenlijk nooit gezond zijn. Maar wat ik altijd zou zeggen is, als jij zo'n doos bestelt, moet je het absoluut niet in je eentje opeten.